Ik ben Maurice. Ik ben Ricardo. Welkom bij NL Magazine. En vandaag gaan we verder met aankoopadvies voor een laptop. Vorige keer hebben we het gehad over processoren. Nu gaan we het hebben over de... videokaart. Oh. Nou Ricardo, vorige keer hebben we het gehad over processoren. En nu gaan we het hebben over videokaarten. Waar moet ik nou op letten bij een videokaart? Nou, als we gaan kijken naar een videokaart in een laptop. We zien nog wel eens op de laptop hebben we eigenlijk twee soorten videokaarten. We hebben een ingebouwde videokaart en een losse videokaart. Bij ons in de term wordt het los genoemd. Het is niet een videokaart die we er los bij krijgen, okay. Zeer zeker niet. Maar het is een videokaart die eigenlijk veel meer vermogen kan leveren. Het is een videokaart, het is wat groter gebouwd ook in de laptop. Oké, okay. En waar gebruik je die voor? Nou, die gebruiken wordt voornamelijk gebruikt door te gamen, wordt heel veel gebruikt. Maar ook in de professionele tak, als we gaan kijken naar video editing software, wordt ook heel veel gebruik gemaakt van Nvidia. Ja, daar zie ik wel staan. Zie ik wel twee van die merken staan. Ja, de merken die we dan zien is AMD en Nvidia zien we veel terugkomen. AMD is eigenlijk, het is hetzelfde wat we in de vorige video al hadden besproken. Is, we hebben AMD en Intel en dan komt toch die AMD weer terug. Die AMD is toch de wat goedkoper eigenlijk toch weer. Qua prestaties willen ze wel alles leveren wat er kan, maar loopt er toch net even weer wat achter. Eigenlijk achter Nvidia aan. Oké. Dus voor iemand die eigenlijk het uiterste wil hebben van een videokaart, die zou toch echt weer voor een Nvidia moeten gaan? Die gaan echt kijken voor een Nvidia. Maar voor iemand die bijvoorbeeld heel simpel een beetje internet, een beetje zeg maar het huistuin keuken gebruikt, wat we vorige keer zeiden. Ja, nou dan mocht dat het geval zijn, hoeven we eigenlijk op dat moment niet eens te kijken of het nou een AMD of een Nvidia is. Oké. Okay. Want wat we ook zien, en dat is buiten een videokaart die los, die eigenlijk de los is, is een videokaart die al ingebouwd is eigenlijk. Die wordt eigenlijk geleverd bij de processor. En dat is voldoende voor gewoon een simpel. Meer dan voldoende is dat al. Voor, dan praten we eigenlijk over het werken met Word, het werken met een PowerPoint, maar ook internetten, maar ook video kijken zoals YouTube. Zelfs dat, oké. Okay. Ja. Nou, volgens mij is het weer helemaal duidelijk, kijkers. Mag je weer bedanken voor een duidelijke uitleg. Alsjeblieft. En tot ziens, tot het volgende deel. En wat gaan we dan doen? Dan gaan we het hebben over geheugen. Ja. Oké, tot ziens. Tot ziens.